uit Tongeren wil graag weten hoe ze bloemen en groenten kan combineren in de moestuin. Met bloemen tussen de groenten trek je allerlei nuttige insecten aan. En die houden je groenten gezond. Lieve heersbeestjes, oorwormen en de larven van gaasvliegen, van zweefvliegen zijn dol op bladluizen. Allerlei soorten bladluizen worden door deze insecten opgegeten. Dus als jij ze aantrekt met bloemen, dan komen ze daarop eten. En leggen ze ook hun eitjes dicht bij de bladluizenkolonies. En de larven eten de bladluizen op. Dus hoe meer bloemen, hoe minder bladluizen in je moestuin. Bloemen houden niet alleen je moestuin gezond, ze zorgen ook voor een grotere opbrengst. Want de insecten die naar al die bloemen komen, die bestuiven natuurlijk ook en passant de bloemen van je courgettes, van je tomaten, van je aardbeien, van de bessen. Dus hoe meer bloemen in je tuin, hoe meer oogst je hebt. De meest populaire bloemen zijn goudsbloemen, Oost-Indische kers, papavers, stinkertjes, komkommerkruid. Het zijn bloemen met heel veel nectar en stuifmeel waar tal van insecten naartoe komen. Veel moeite hoef je daar eigenlijk niet voor te doen, want die bloemen zaaien zichzelf uit. Dus als je je moestuin niet spit, je plant ze één keer, je zaait ze één keer en ze komen jaar na jaar terug. Als je bloemen voor je moestuin kiest, neem dan liefst zoveel mogelijk verschillende planten en ook enkele bloemen, dus geen dubbele bloemen. Daar kunnen de insecten maar heel moeilijk aan. En sommige planten hebben een extra meerwaarde. Stinkertjes bijvoorbeeld. Als je die bij je tomaten plant, dan gaan ze de plant en de bodem ook extra gezond houden. En soms komt er ook in de moestuin een wilde plant aanwaaien. En dat is ook niet altijd zomaar. Hier is Camille zich zomaar komen nestelen bij de kolen. En dat is heel interessant, want die gaat de koolvlieg van de kolen weghouden. Tot volgende keer!